havens van Rotterdam, Antwerpen en Zeeland moeten gaan samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Dat zegt bestuurskundige Ed de Hond. Door die samenwerking kan volgens hem de strijd worden aangebonden met grote havens in het Verre Oosten en kunnen conflicten, zoals die over de ontpoldering van de Hedwiegepolder, worden voorkomen. Als er dan nog een keer sprake is van noodzaak tot natuurcompensatie, dan gaat het om een internationale zaak. Dan gaat het niet om een Zeeuwse zaak alleen, maar dan gaat het om een zaak van heel Nederland en Vlaanderen en eigenlijk nog verder van Europa. En dan kun je dus natuurlijk natuurcompensatie overal in Europa zoeken en hoef je dat niet te beperken tot Zeeland. Kleinere schepen kunnen volgens de Hond dan buitengaats de vracht van grote schepen overnemen en afleveren in de havens. Op deze manier hoeft de Westerschelde ook niet verder te worden uitgediept. Staatssecretaris Henk Bleker komt maandagavond naar Hulst. Hij praat dan met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het gaat in het overleg niet om besluitvorming, maar over hoe het nu verder moet met de ontpoldering van de Hedwiegepolder. Voor het eerst stond hij in Zeeland, de Culibus. Kinderen van diverse Walcherse scholen mochten een gezond dessert maken onder begeleiding van diverse koks en een echte chefkok. De bus die is helemaal omgebouwd tot restaurant eigenlijk, een restaurant op wielen. De bus is hier op initiatief van de Ronde Tafel Walcheren. Die hebben eigenlijk een charity evenement georganiseerd in de Grote Kerk. En uiteindelijk is daar het goede doel is dus de Culibus. Dat wij er niet uit kunnen rukken naar kinderen die het om welke reden dan ook iets moeilijker, iets minder hebben dan andere kinderen. En die een leuke dag te bezorgen. Er zijn heel veel kinderen, er zijn een aantal kinderen meer. Dus ik denk dat we nu bijna met z'n tienen zijn, 10 kinderen. Die kinderen gaan een gezond dessert maken. We gaan frietjes van mango maken, een mousse van gezonde Xokai chocolade. We gaan een smoothie maken van vers fruit. Aardbeidjes zitten erbij. Het is gewoon een lekker gezond dessert. En slippertjes. Ja. Ophakken van minimaal 7 centimeter, een afstand van 300 meter als snelste afleggen. Dat was vanmiddag de opdracht van 22 jonge dames in de Noordstraat in Terneuzen. Heb je nog een beetje getraind? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, wat voor tijd ga je halen? De langzaamste. Om klokslag 2 uur was het zover. En dit zijn ze, de stiletto's van de 18-jarige winnares Jamaila. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie geldprijs hebben we nou, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Wat ga je ermee doen? Dat weet ik nog niet. En de winnares uit Terneuzen kreeg een lekker geldbedrag van de organisatoren. Ellen van Dijk uit Amsterdam heeft de tijdrit gewonnen van de EPZ-omloop van Borselen in Cerenhoek. Van Dijk was de snelste over 19,5 kilometer. De tijdrit maakte voor het eerst onderdeel uit van het programma van de omloop van Borselen. Dat is eigenlijk gekomen door vorig jaar een overleg met de KNWU. Waarin de KNWU aangaf van we willen wat meer de tijdritten gaan promoten. Ook in de aanloop naar de Olympische Spelen. En in samenwerking met NOC en NSF hebben ze ons gevraagd of wij bereid waren om een tijdrit te organiseren. Voor in ieder geval voor dames elite, junior heren, junior vrouwen en ook voor de belofte. De wedstrijd werd gereden onder zware omstandigheden, kou en veel regen. De tijdrit was sterk bezet met 5 dames uit de top 10 van het afgelopen wereldkampioenschap. Ook Marianne Vos deed mee, maar de nationaal kampioen tijdrijden slaagde er niet in om op het podium te komen. Ze werd 6e. Hier op 4 kilometer voor de finish is ze al bijna bijgehaald door winnares Van Dijk. Er deden 2 Zeeuwse meiden mee. Deze Birgit Lavrijs uit Capelle werd 29e. Mathilde Matthijs uit Grijpskerken werd 22e. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met onweer en hagel. Matige aan zee, af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind en de maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden. Heeft u tips? Bel ons of mail.